We staan hier bij de oude Klaas 695 SL, een maishakselaar, grashakselaar voor de melkveehouderij voor eigen gebruik. We hebben een melkveehouderij van circa 130 koeien en hakselen met deze eigenlijk best wel oude machine jaarlijks nog 20 hectare mais en 150 hectare gras. Bouwjaar 1990, OM442 Mercedes motor erin, V8 met een paar turbos erop, 354 pk. En hier hebben we eigenlijk de zomerdag en in het najaar een paar dagen hobby. Op dit moment zit de pick-up ervoor, de PU220, 2,20 meter breed. We hakselen met de mais met een 6 rijen kettingback, met een autopiloot erop, met een stuurautomaat erop, met korrelkneuzel erin. Heb je daar gewoon eigenlijk best, ondanks dat het een oude hakselaar is, best een mooi product. Onderhoud bij zo'n machine, voornamelijk veel doorsmeren. De machine heeft veel vet nodig, zit een heel veel draaiende deel aan, veel lagers, olieverversen en voor de rest met het hakselen een keer slijpen. En ga met die banaan, ga ze erop. De Jaguar 600, de eerste generatie had nog een andere cabine. Deze heeft al de SL-cabine, dat is het nieuwere type cabine op dit type hakselaar. En die zit qua bediening, de hele console en alles, al eigenlijk dezelfde bediening in als een Jaguar 800. Dus ook de Jaguar 800 is weer gebaseerd op deze machine. Wij hebben de machine nu 3 jaar. We zijn eerst begonnen met alleen mais, 20 hectare in het jaar. En later de graspick-up erbij gekocht, de PU220. Dus nu ook nog gras erbij, 150 hectare in het jaar. 3 jaar hebben we nu gehakseld en we hopen natuurlijk nog jarenlang plezier te hebben met deze machine. Het hele invoerpakket, de kooi, de flow, hoe deze machine is opgebouwd, dat is tegenwoordig nog steeds de huidige basis voor de klaashakselaars, waarmee ze op dit moment natuurlijk nog steeds veel succes draaien. Ja, bij die oude hakselaar horen natuurlijk ook wel wat veroudere machines. Ja, eigenlijk het hele machinepark is hoe een loonwerker destijds in de jaren 90 hakselde. Maar het is verder zo'n 3120, een 3085 op de kuil en onze hobby. Verder rijden we met wat oude schuitenmakerwagens. Een Klaas Arion staat er nu toevallig voor. Die hebben we gehuurd voor deze dagen. En nog een Ventje 305 die ook mee rijdt voor de wagens. En die voor de rest alleen met dit werk eigenlijk bij ons ingezet wordt.